Nou ja, ja, tof om te horen. Hey, op een gegeven moment heb je voor jezelf bedacht van, hey, hoe kan ik wat meer vrijheid creëren? En toen ben je wat boekjes gaan lezen of vertel het verhaal. Het ging ook allemaal niet. Het was eigenlijk, ik had een boek gelezen, dat kreeg ik van een vriend. De vieruurige werkweek. Nou, dat is altijd. Van Timothy Ferris. Van Timothy Ferris. De famous. Ja. Dus ik had dat boek gelezen. En daar stond in van, nou ja, als je zus hem zo doet, dan je dingen goed uitbesteedt. Nou, dat is. En dingen delegeert. Nou, dat is altijd wel een van de dingen geweest waar ik goed in ben geweest. Dat is ook de reden waarom ik die grote projecten heb kunnen doen. Niet omdat ik zelf nou zo overal verstand van heb. Maar ik ben wel, denk ik, handig in het zoeken van goede mensen. En ik had het boek gelezen en daar stond in van, nou ja, als je dingen goed delegeert, dan kun je in 4 uur je werkweek doen. Nou, dat klinkt natuurlijk voor iedereen heel interessant. Dat was een goede titel. en toen kwam corona uit en in het boek stond van, nou, als je in loondienst bent, dan moet je zorgen dat je niet elke dag op kantoor hoeft te komen, want dan heb je veel meer vrijheid en dan kan je overdag meer doen wat je doet en dan kan je zelfs het maken van je presentaties uitbesteden aan derden. En dan kan je eigenlijk zonder dat iemand het in de gaten heeft de hele dag weinig doen en toch veel presteren. Dat sprak me ook aan. En even later kwam, ik weet niet meer hoe dat kwam. Ja, sommige dingen komen dan toch weer zo op een of andere manier langs je pad. Kwam ik dat boekje van jou tegen, Nu of Nooit op Amazon. Ja. En ook daar, dat was gratis, dat spreek je ook altijd aan. Dus precies. Alleen de verzendkosten moest je betalen. Ja. Dus dat heb ik gedaan en heb ik dat boek gelezen. En daar stond ook iets in van, nou, het moet binnen. Je moet zo'n Amazon-business in 2 uur per dag kunnen runnen. Ja. En ik dacht, nou, dat is mooi, want die 2 uur die bespaar ik nu, want ik zit de hele dag thuis. Ja. Als ik nu om 8 uur ga beginnen en ik sta altijd redelijk vroeg op, dus dan kan ik 's morgens een uurtje aan die Amazon handel beginnen en ja, dan en 's avonds misschien nog een uurtje. Nou, dat valt toch wel tegen, want 2 uur per dag is zeker om te beginnen is het. Op startfase is het iets meer tijd nodig. Dus ik maak wel steeds stappen. Dat is wel, maar goed, ik ben nog lang niet waar ik zijn moet. Dus ja, het wordt weer een lange tocht. Maar ja, als ik maar voor 11:15 binnen ben, denk ik. Maar je hebt je zoon niet ingewerkt. Die doet al het werk nu voor jou op kantoor of zo. En die. Nou ja, omdat je zei van, dat vond ik wel mooi dat je zei, die 4 uur werkweek zorgt dat je ergens anders kan werken. Dan kun je al dingen uitbesteden. Dan kun je andere mensen presentaties laten maken. En dat soort dingen. Nou ja, dat stond in het boek. En dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Maar wat wel is dat je nu, omdat je nu thuis zit, kun je wel meer dingen combineren. Ja. En je kan makkelijker je tijd over de dag verdelen. Dus en daar houdt ook gewoon echt tijd over. Ja. Dat merk ik wel met dat hele online vergaderen bijvoorbeeld. Ja, waar vergaderingen normaal gesproken een uur duurden. En tenminste, ik was ook wel gewend dat de eerste 10 minuten komen nog allerlei mensen komen nog die vergaderzaal binnendruppelen. Want die komen nog ergens anders vandaan en dit en dat. En die online vergaderingen die beginnen op tijd, ze zijn veel eerder klaar. Dus die werkdag is gewoon echt wel efficiënter. Ja. Het is een stuk minder gezellig, maar het is wel veel efficiënter. Ja. Het gaat veel, ja. Het is, dus hou je tijd over. Ja. En dan die probeer ik dan weer te besteden aan nieuwe dingen. Want ik ben altijd wel weer nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en nieuwe dingen. Ja, ja, ja. En e-commerce, daar wist ik namelijk helemaal niks van. Dus toen dacht ik van, dat ga ik doen. Ja, 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 precies. Het is toch weer een uitdaging. Ja, ik zag zo'n kreet van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is wel een mooi tegeltje. Ja, dat is een mooi tegeltje. Ja, ik vind het wel mooi om te horen, zeg. Dat je zo, ik bedoel, ik denk dat veel mensen door de 4-Hour Workweek natuurlijk zijn geïnspireerd. En dat denken van, ja, het is in ieder geval mogelijk om een business of een systeem op te zetten uiteindelijk. Wat geld voor je verdient, waardoor je zelf meer vrijheid hebt. Dat is eigenlijk een beetje de basis natuurlijk. Dat is wat me aanspreekt. Dat er een soort blauwdruk of een soort onderliggend systeem wat bewezen is dat werkt. Ja. Waarvan je eigenlijk zegt, ja, als je dat een beetje volgt, dan moet het wel heel gek lopen als het fout gaat. Ja. Ja, het klinkt bijna te goed om waar te zijn, maar ik denk wel dat het zo is. Hè. Dat is toch een beetje ook, dat is ook wat ik vertelde aan jouw medewerkers die me de eerste keer belden. Van, joh, maar waarom denk je dat het voor jou werkt? Ja, ik denk, weet je, net als met het bouwen van een vliegveld, je begint, je weet wat je moet doen. Ja. Er is een soort stappenplan. Ja, ja. Je hebt hele goede mensen nodig. Nou, dat is ook wel waar ik nu nog steeds, hadden we het net ook nog even over. Ik ben wel op zoek naar goede mensen die me kunnen helpen met de goede dingen doen. Ja.
Maar als je een stramien hebt en je hebt de juiste adviseurs, dan moet je denk ik een heel eind kunnen komen. Juist. Ja, ik bedoel, dat is ook mijn tactiek altijd geweest. Ik zoek altijd degene die het bewezen succesvol heeft gedaan in de markt. En daar ga ik dan van leren. En vervolgens krijg je het stappenplan aangereikt, of de blueprint, hoe je het ook wil noemen. En dan ga je stap voor stap ga je het uitwerken. En uiteindelijk, dat is ook de reden waarom ik hier ben. Ja, precies. Ja, mooi Lex. Dat is in ieder geval mooi om te horen.